Op 24 januari is in Madurodam de nieuwe aanwinst van Schiphol geopend. 3, 2, 1, Transport op Schiphol Oost is het hoofdkantoor van Transavia.com en Martinair. Het is het eerste kantoorgebouw in Nederland dat het internationale duurzaamheidskeurmerk LEED Platinum heeft verkregen. Reden voor Schiphol om Transport na te laten bouwen in het klein. Ik vind het een heel erg mooi gebouw geworden, gedetailleerd. Bijna nog mooier dan het echte gebouw, maar dat blijft natuurlijk toch wel dat blijft de winnaar voor ons. Ja, ik ben heel blij met de nieuwe aanwinst. We hebben al een heel groot gedeelte van Schiphol hebben we hier in Madurodam staan, het vliegveld. Maar nu is er eigenlijk nog een heel belangrijk ander deel van Schiphol hebben wij nu in Madurodam gekregen. We zijn erg trots op het gebouw en dat we hoofdgebruiker mogen zijn samen met Martinair. Transport is het eerste gebouw in Madurodam dat een zogenaamde QR-code heeft. Gebruikers met een smartphone kunnen zo virtueel een kijkje nemen in het bijzondere pand. Dus je weet hier vooral de buitenkant van het gebouw. Hoe bevat het om erin te werken? Het gebouw is van binnen wel een feest om in te werken. Het is heel transparant qua glas en open en flexibele werkplekken. En ook heel veel plekken waar je even gezellig samen kunt zitten om met collega's te overleggen. Dus ik denk dat mijn collega's en ik heel blij zijn ook met de binnenkant van het gebouw. Het is niet goedkoop om zo'n gebouw na te bouwen in het klein. Wat is dan de overweging om het toch te doen voor Schiphol? Een van de kernwaarden van Schiphol is dat wij inspirerend willen zijn. Dit gebouw inspireert omdat het een LEED duurzaamheidscertificaat heeft voor uitstrevend gebouw op het gebied van duurzaamheid. En dat willen we graag laten zien aan alle bezoekers van Madurodam. Vanaf vandaag kunnen bezoekers Transport met eigen ogen bewonderen in Madurodam in Den Haag.